Dag dames en heren en leuk dat u kijkt naar de 30-daagse weersverwachting. U weet het waarschijnlijk al, morgen, zaterdag, belooft het een warme dag in Nederland te worden. Een echte lentedag om erop uit te trekken. Maar zondag gaan de temperaturen omlaag en begin volgende week gaat er zelfs nog wat vanaf. Dankzij een flinke noordelijke stroming waarmee koude lucht wordt aangevoerd. Misschien krijgen we zelfs een aantal hagelbuien. Op de weerkaart kunnen we heel duidelijk zien wat er aan de hand is. Op dit moment lage druk over het uiterste noorden van Europa met regen, soms ook nog wel wat sneeuw in de noorse bergen en verder hoge druk ten zuiden van ons. De kern van het hoge drukgebied ligt boven het Alpengebied. Veel zonneschijn daar, vrij hoge temperaturen en bij ons een zuidwestelijke aanvoer, redelijk warme lucht dat vertaalt dus zich morgen in die temperaturen boven de 20 graden in grote delen van Nederland. Maar koelere lucht ten noorden van ons komt in de loop van het weekende al dichterbij, als de wind wat meer uit die west- of noordwesthoek gaat waaien. En na het weekeinde dan komt er zelfs een flink lage drukgebied afzakken via de Faore-eilanden, Shetland-eilanden richting het zuiden van Scandinavië. Met daaromheen gebieden met buien, af en toe ook veel wind, met name maandag gaan we dat merken. En dan later in de week zien we hoge druk ten westen van de Britse eilanden, een noordwestelijke aanvoer daardoor. Af en toe gebieden met buien, maar vooral de aangevoerde lucht is van oorsprong vrij koud. En dat levert dus veel lagere temperaturen op dan bijvoorbeeld aanstaande zaterdag. Ja, dat zien we dan op de weerkaarten gebeuren voor aankomende week. Als we dat samenvatten, dan zien we dat grote delen van Europa een temperatuurafwijking in de min krijgen met de grootste afwijking Onder andere in Centraal-Europa 3 tot 6 graden lager dan gebruikelijk. En dan te bedenken dat april tot op heden juist veel zacht weer heeft opgeleverd. Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat aan de noordzijde van de Alpen weer op uitgebreide schaal sneeuw gaat vallen. Zelfs tot in vrij laag gelegen gebieden. Ook in Scandinavië zal het weer af en toe nog een beetje een winterstintje krijgen. En de warmte, ja we zien het op de kaart achter mij, zit heel ver naar het oosten. Want ter compensatie van deze kou door een noordelijke aanvoer. Zien we juist veel hogere temperaturen ten oosten door een zuidenwind helemaal diep in Rusland? Bij deze weerkaart met die temperatuurafwijking hoort een hoogdrukgebied met zijn zwaartepunt ten westen van de Britse eilanden. Lage druk dan weer meer richting de Baltische Staten. En dus bij ons die noordelijke stroming waarbij met de laagdrukgebieden in de buurt er ook meer neerslag valt dan gebruikelijk. Dus volgende week wisselvallig en kil weer. Guur weer mag je het soms wel noemen. Met name op maandag als het behoorlijk waait uit noordwestelijke richting. Ja, dit zijn kaarten, dat doet niet aan lente weer denken. Dat is heel anders dus zaterdag, wanneer het eh, ruim 20 graden wordt in grote delen van Nederland. Maar vanaf zondag gaat die temperatuur dus omlaag. En in de loop van volgende week moeten we ons tevreden stellen met temperaturen in de middag van een graad of 10. En later in de week, als de wind tijdens de steeds korter wordende nachten toch voldoende gaat afnemen, kan het land inwaarts misschien wel eens een keer afkoelen tot in de buurt van het vriespunt. En dan moeten we ons bedenken dat op sommige plekken in Nederland sinds eind januari de temperatuur niet meer onder nul is gekomen. Dus ja, wat dat betreft toch wel uitzonderlijk... dat we nu toch weer temperaturen misschien rond het vriespunt krijgen. In de loop van deze periode zien we een heel klein beetje herstel. Je moet een beetje met fantasie naar deze pluim kijken... want echt overtuigend is het allemaal niet. En dus, als we kijken naar de temperatuurafwijking... voor de periode van 22 tot 29 april... dan zien we eigenlijk hetzelfde beeld. Grote delen van Europa... Ja, die, zijn, uh, die laten eigenlijk temperaturen zien die er normaal zijn. Of zelfs een fractie onder de norm. Maar vooral heel overtuigend die warmte boven Rusland. Die zien we weer duidelijk terug. Er is wel een klein verschil als we kijken naar de luchtdrukafwijking. Want dat hoge drukgebied ten westen van de Britse eilanden. Dat zien we dan, of die afwijking moet ik zeggen, wat meer naar het noorden verschuiven. En dat zou dan kunnen betekenen dat we een iets meer aflandige... Noordoostenwind krijgen. Nog steeds niet de aanvoer van warme lucht zo eind april, maar in ieder geval wel wat drogere lucht met meer ruimte voor de zon en ook duidelijk minder neerslag dan gebruikelijk. Vooral ten zuiden van ons. We zien in ieder geval die groene kleur niet meer terugkomen. Dus na een week met wisselvallig weer lijkt de laatste week van april in ieder geval een stukje droger te gaan verlopen. En dat zien we dan ook al heel voorzichtig terug in de pluim. Want begin volgende week wordt er echt wel een serieuze kans op neerslag weergegeven. Ook qua neerslagsommen, soms meer dan 10 millimeter in een etmaal. En we zien dan in de loop van de week die daarop volgt, dat die neerslagkansen geleidelijk aan wat afnemen. Maar helemaal droog lijkt het niet te worden. Ja, en dan de twee weken die erna volgen, tot en met bijna midden mei aan toe, zien we eigenlijk in grote lijnen, zei je dat de signalen steeds minder duidelijk worden, maar nog steeds hetzelfde beeld. Namelijk hoge druk ten westen, ten noordwesten van ons, en lage druk wat verder naar het oosten, met bij ons dus die noordelijke stroming, waardoor temperaturen van 20 plus zeer waarschijnlijk niet of nauwelijks gaan optreden. Tegelijkertijd met de hoge druk ten westen van ons, relatief droog weer. En ja, kijken we dan naar de temperatuurafwijking, dan zien we nog steeds dat gebied Scandinavië, Centraal-Europa, waar de temperaturen eerder de neiging hebben om onder de norm uit te komen dan boven de norm. En de warmte. Ook nog steeds, met name ten oosten van ons. En als we het dan samen moeten vatten, dan hebben we dit weekend zaterdag hoge temperaturen. Het zou wel weer eens even kunnen duren voordat de temperatuur in Nederland weer royaal boven de 20 graden uitkomt. Want tot en met 13 mei in ieder geval zien we dat de wind een voorkeur heeft om uit noordelijke richtingen te waaien. En dat betekent gematigde temperaturen. Wat mij betreft, tot de volgende keer.